Trots stel ik u voor aan mijn vrouw, dokter Andus, magister in de ongeluksbestrijding, Virginie Charlatan. En mijn man Otto Charlatan. En in ons midden ons draaiorgel, Esmeralda. Ja. En met dezelfde trots zou ik u graag willen vertellen dat mijn vrouw en ik het gebied waarin u zich bevindt volledig hebben verkend en doorzocht. Wij hebben een vergeten kerkhof gevonden en een overwoekerde kruidentuin. Het koetshuis en een half ingestorte kruisgang. Het mausoleum van mijn bedovergrootvader Jozef Charlatan. En de verdwenen orkestleden. De graven. De graven van de verdwenen orkestleden. En natuurlijk niet te vergeten, taverne in Den Zwarte Kat, waar wij onze kruidenierswinkel hebben gevestigd. Wij zijn dag en nacht in de weer om alles in gereedheid te brengen, om uiteindelijk in het najaar dit gebied voor u open te kunnen stellen. Maar er zal nog hard gewerkt moeten worden. Alles moet veilig zijn, zodat u het gebied zonder enig risico kunt betreden. Dus Otto, aan de slag. Ja, dan kun je misschien wat salie voor me plukken. Diep, je moet dat nu? Ja, maar ik heb echt heel erg veel last. Ja, nou vooruit al. Echt. Het is echt niet normaal hoe dit... Ja. Ik ben al weg. Otto! Ik heb een verrassing voorbereid voor Virginie. Hè. Het is de laatste tijd nogal nogal wat gespannen de laatste tijd. Ja. En toen dacht ik nu, misschien kunnen we haar verrassen. Ik heb iets heel bijzonders gevonden, dus het momentje mag wachten. Zo. Oké. Dit is een
een orgelboek van de bedovergrootvader van Virginia, Jozef Charlatan. Excuses. Jozef Charlatan. Hij was dirigent bij het internationale muziekconcours. Wat dat? Alsjeblieft, mevrouw. Bij het internationale muziekconcours. 12 vrolijke melodieën. O ja, even wachten. Zo. Zo. Gedraag je, hè? Heel goed. Oké. Okay. Niet doen, alsjeblieft! Goed. En dan nu wachten op Virgin. Misschien moeten we even roepen. Ja, dat is 1, 2, 3. Virginie. Ja, 1, 2, 3. Virginie! Ja, sorry, maar dat hoort niemand. Weet je hoe ver die kruidentuin is? Kom op nou. Ja? 1, 2, 3. Virginie! Ja. Nou, Otto? Ja. Je Sali. Ja, dankjewel. Ga daar even staan. Wat doe je? Ga daar even staan. Ja. Otto, wat wil je? Niks, je gaat het zien. Ja? Virginie. Ik heb een verrassing voor. Oh. Ja. Omdat je de laatste tijd zo enorm enorm hard aan het werk bent, dacht ik misschien moeten we jou een beetje opvoeden. Liefje. Waar heb jij dit boek gevonden? Achter in het koetshuis, 12 vrolijke melodieën. Otto! Dansen, macabre. Dit boek is vervloekt. Dit is het laatste stuk wat mijn bedovergrootvader en zijn orkest hebben gespeeld voor ze. Ik moet het bezweren om u te verweren tegen de angst en het kwaad. Il rogole nominabilis malum regul demo debut ir des Mortis!
dit boek mag nooit meer afgespeeld worden. Nooit. Waarde gast, laat mij u waarschuwen. U treft ons hier in duistere tijd. Wij hebben oog in oog gestaan met het onnoembare. Groot, duister en levensgevaar. Maar ik zal u helpen zich te behoeden tegen de angst en het kwaad. Waarde gasten, voordat wij verder gaan is er kort de mogelijkheid om ten eerste in onze winkel te gaan kijken. Ja. Daar vinden we in Den Zwarte Kat en daar al uw spaargeld lekker in de hoek te gooien, waar we ons niet. En daarna zou u met mijn vrouw, dokter Andus Magister in de ongeluksbestrijding, op de foto kunnen. Vandaag kost dat niet. Vandaag kost dat niet. Dat is klantenbinding. Ja, en daar gaan die mensen op aardig vinden. Komen ze nog een keertje terug. Ah. En mocht u op de foto willen, komt u naar voren. Ja. Zo. Zo. Op zich, hè? Ja, inderdaad. Zo. Nou, geweldig. Nou, wat mooi, hè? Ja. Is Esmeralda ook zo ver in de hoofd? Ik hoop het ook, misschien moet je even doen. Ja, absoluut. Ze is er klaar voor. Oh. Ik voel het. Nou, dat is toch mooi. Want dan, ik hoor nog niks. Dat is vaak zo bij Esmeralda als je dan... Geef haar even de tijd. Ik geef haar even de tijd. Nou, geef haar even de tijd. Prima. Niet te lang wachten. Esmeralda, adem in. En uit. Ah!
gasten, wij zijn de charlatans. En dit hier is mijn vrouw, dokter Andus Magister in de ongeluksbestrijding, Virginie Charlatan. Dank u wel, dank u wel. Mijn man Otto Charlatan. En ons draaiorgel Esmeralda. De medicinale kruidendrankjes. U mag er dus wat dichterbij komen. Er is nog plek hier vooraan. U hoeft niet bang te zijn, waarde gasten. Of misschien juist doen. Waarde gasten. Wij willen u helpen zichzelf te behoeden. Voor de angst en het kwaad. Mijn vrouw Virginie is hierin expert. Ja. Maar ook bij andere kwaden, zoals dromerigheid, inderdaad. Schimmel, tenen, inderdaad. Eens even kijken. Maar heeft u last van, meneer? Nergens. Nog niet. Daar kunnen we u ook bij helpen, hoor. Jou een beetje inhouden, heel goed. Heeft u ergens last van? Nee, verzin wat voor de volgende keer. Heel goed. Wat er ook aan de hand is. Bij ons bent u daarvoor... Sorry. Bij haar bent u hiervoor aan het goede adres. Inderdaad, Otto. Mijn expertise reikt verder dan het bestrijden van de angst en het kwaad. In mijn kruidentuin bij de oude abdij heb ik kruiden staan tegen alle soorten kwaad. Op wachten met een volle maan pluk ik mijn kruiden en daarvan... maak ik deze prachtige mengsels uiteraard volgens strikt geheim recept. Zo heb ik hier een flesje staan tegen chronische nachtmerries. Tegen kippenvel, beklemming, razende rillingen, nachtelijk onbehagen en hier het flesje tegen angst. Ja, dat kan ik zeker gebruiken. Opmerking is soms heel erg angstig. Otto, jij bent soms heel erg angstig. Ja! Hij heeft dan last van razende rillingen. Knakkende knoppen. Schokkende schouders. Hij heeft last van banen. Angstgevoelens. Paniek aanvallen. En Otto, hoe voel jij je nu? Ik voel mij goed. Ik heb weer moed. Ik voel mij weer zo sterk als een beer. U ziet, waarde gasten, dit is pure wetenschap. Dokter Charlatan voegt het woord bij de daad. Ik bestrijd de angst en het kwaad. Dus kom bij mij voor goede raad. En binnenkort verkrijgbaar bij dokter Charlatans kwalijke zaak. Grijp uw kans bij de charlatans. Als we vinden.
Dus tot ziens, hoor de vaart. Hier bij Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En fameus in vele landen. Dank u wel, waren de gasten. Dit was ons verhaal voor vandaag. Voordat u met z'n allen een kijkje gaat nemen in onze kruidenierszaak en daar al uw spaargeld gaat uitgeven, kunt u nog heel kort met mijn vrouw, dokter Anders Magister, in de ongeluksbestrijding op de foto. En dat kost vandaag niets. Nou, wat goed. Leuk dat we gelijk op één lijn. Inderdaad, dat is heel fijn. Dat is ook goed voor de klanten. Zeker, absoluut. Komt u naar voren. Hè? Heel goed.